Hallo, in deze video leer ik je een paar oefeningen uit dit boekje My System van Jurgen Müller. De bewegingen zijn allemaal vrij simpel en op twee oefeningen na kun je ze allemaal staand uitvoeren. De oefeningen waar we voor naar de vloer moeten, dan heb je of een matje nodig of in ieder geval zorg dat je niet te hard ligt. En het is handig om voor één oefening je voeten ergens achter te kunnen steken. Dat kan de onderkant van je bed zijn, dat kan de onderkant van een kastje zijn. Daarnaast zou het misschien makkelijk zijn om een stok bij de hand te hebben, voor het geval je bij bepaalde oefeningen wat last hebt van je evenwicht. Maar je kan jezelf ook ergens aan vasthouden, als dat beter is. Oké, laten we beginnen. Voor de eerste oefening plaats je beide handen in je zij. Je voeten staan, schouderbreedte, je ademt in. Je buigt je romp naar achter, je ademt uit en je buigt je romp helemaal naar voor. Je ademt in, buig naar achter en adem uit, buig naar voor. Dat doen we nog 3 keer. Naar achter en naar voor. Buig naar achter, buig naar voor. Laatste keer naar achter en buig naar voor en kom weer terug recht overeind staan. Zet je rechtervoet naar voor, buig die voorste knie en zorg dat de knie recht boven de teen blijft. Je achterste voet mag je iets uitdraaien zodat je wat meer stabiliteit hebt. Kantel je bekken, dus doe je liezen een heel klein beetje naar voren en breng dan je armen naar opzij. Maak vuisten. Armen zo ver als je kunt naar achteren nu door je schouderbladen naar elkaar toe te bewegen. We gaan 5 kleine cirkeltjes naar achteren maken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grote naar achter. 1, 2, 3, 4, 5. Stap terug. We doen hetzelfde met links. Linkervoet komt naar voren, knie is boven de teen, rechtervoet iets uitgedraaid, kantel je bekken, breng je armen naar opzij en naar achter. Maak vuisten en we cirkelen naar achter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 groot. 1, 2, 3, 4, 5. Stap weer terug. Opnieuw stap je met je rechtervoet uit. Knie boven je tenen, bekken naar voren, armen naar opzij, naar achteren. Deze keer cirkel je de armen naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. 5 groot. 1, 2, 3, 4, 5. Wissel van been. Je stapt terug. Links komt naar voren. Knie boven je teen, armen naar achter en naar opzij. Kantel je bekken. Cirkel je armen naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. Groot. 1, 2, 3, 4, 5. En dan stap je weer terug. Plaats je voeten schouderbreedte. Adem in, lift je rechterknie zo ver als je kunt omhoog. Pak met 2 handen vast, trek hem naar je toe. Adem uit en zet je voet weer terug op de vloer. Hetzelfde met links. Adem in, groei lang. Lift en adem uit. Zet neer. Rechts. Lift en neer. Links. Op en neer. Rechts. Op en neer. Links. Op en neer. Nog 2 sets. Rechts en neer. Links en neer. Laatste. Rechts en neer. Links en neer. Plaats je voeten weer schouderbreedte, armen naar beneden toe. Van hieruit buig je af naar rechts en je komt terug naar het midden. Links, midden, rechts, midden, links, midden, rechts, midden, links, midden, rechts, midden, links, midden, laatste set. Rechts, midden, links, midden. Voor de volgende oefening plaats je je voeten breed, schouderbreedte of eventueel nog iets breder. Beide armen gaan naar opzij.
Maak vuisten. Ook nu, zorg dat je schouders weer een beetje, schouderbladen weer een beetje tegen elkaar aan zijn. Nou, probeer je heup op de recht naar voren te laten wijzen. Knieën zijn van het slot. Je twist met je romp, met je borstbeen naar rechts. Je voorste vuist gaat helemaal naar beneden naar de vloer. En tikt, als je erbij kunt, de vloer tussen je voeten aan. Andere arm is recht omhoog. Dan kom je terug omhoog en je twist terug naar het midden. Je ademt in, je twist naar links. Je ademt uit, box met je vuist tegen de vloer. Adem in, kom terug omhoog. En adem uit, twist naar het midden. Naar rechts, tik aan, omhoog, midden. Naar links, tik aan, omhoog en midden. Naar rechts, tik aan, omhoog en midden. Naar links, tik aan, omhoog en midden. We doen nog één set. Rechts, tik, op, midden, links, tik, omhoog en midden. Beide armen mogen weer naar beneden toe. Plaats je voeten opnieuw, schouderbreedte. En deze keer zou je je stok erbij kunnen pakken of een tafel of een stoel vastpakken voor je evenwicht. We beginnen met rechts. Lift jezelf vanuit je linkerkant lang omhoog. Rechterarm is op je heup en we gaan het rechterbeen 5 keer naar voren zwaaien. 1, 2, 3, 4, 5. Naar opzij. Hou hem ingedraaid. 1, 2, 3, 4, 5. Naar achter. Deze keer draai je been goed uit. 1, 2, 3, 4, 5. Wissel van kant. Linkerhand is in je zij. Linkerbeen naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. Naar opzij, hou ingedraaid. 1, 2, 3, 4, 5. En naar achter, draai uit. 1, 2, 3, 4 en 5. Voor de volgende oefening gaan we naar de vloer en probeer je voeten ergens achter te haken. Plaats beide handen op elkaar tegen je achterhoofd. Je knieën zijn gebogen. Je gaat ook niet helemaal naar de vloer. Probeer je onder- en je middenrug zo rond mogelijk te houden. Daar verandert eigenlijk niet al te veel in. Dus vooral geen holle rug creëren. Kantel je bekken. Rol tot ongeveer je onderste ribben af. En kom terug omhoog. Hou je honden voor op je. En rol af 2. En rond naar voren. Rol af 3. En rond naar voren. Rol af 4. En rond naar voren. De laatste. Rol af 5. En rond naar voren. Maak jezelf weer lang. En we gaan door naar de volgende staande oefening. Voor de volgende oefening plaats je je voeten schouderbreedte. Je ademt in, je brengt beide armen naar opzij. Je maakt kommetjes van je handen. En op je uitademing sla je eigenlijk met beide handen tegen de achterkant van je schouderbladen aan. Je ademt in, je opent weer. En op je volgende uitademing kruis je handen of wissel je armen. En sla je opnieuw tegen je schouderbladen aan. Dat gaan we nog 4 keer doen. Adem in en 2, 3, 4. En laat beide armen weer rustig naast je hangen. Beide armen gaan omhoog. Pak vast. En hou een grote cirkel. Rechtsaf, helemaal naar beneden. Door naar links. En terug omhoog. Nog een keer rechtsaf. Adem in. Adem uit. En kom weer terug omhoog. Adem in, cirkel rechts.
Adem uit en terug omhoog. Adem in, cirkel los. Adem uit en op. Adem in, cirkel los. En adem uit nog één keer. Cirkel los. En kom terug omhoog. Andere kant op. Adem in, linksaf. Cirkel rond en lift. Adem los. En op. Nog drie. Linksaf. En cirkel op. En rond. En op. Laatste keer. Linksaf. En lift lang. Breng beide armen weer naar beneden toe. Plaats je voeten. Schouderbreedte of net iets breder. Armen naar opzij, schouderbladen tegen elkaar, dus armen iets naar achteren. Maak opnieuw vuisten. Van hieruit buig je je rechterknie, zorg dat ook die knie weer boven de teen blijft. En tegelijkertijd twist je je romp, je borstbeen naar rechts. In één beweging strek je je rechterbeen weer op en kom je terug naar het midden. Je ademt in, linkerknie buigt, romp twist naar links, adem uit, kom terug naar het midden. Rechtsaf en terug midden. Linksaf en midden. Rechts, midden. Links, midden. Rechts, midden. Links, midden. Nog één set. Rechts, midden. Links, midden. En dan breng je beide armen weer naar opzij. Voor de laatste oefening gaan we opnieuw naar de vloer. Je mag op beide knieën gaan zitten. Plaats je handen. Schouderbreedte uit elkaar. Vingers wijzen naar opzij. Schouders weg van je oren. Je knieën staan niet helemaal onder je heupen. Die mag je eventueel iets verder naar achteren toe zetten. Krul je tenen onder je. Schouders goed weg van je oren, navel is in. De beweging is, je strekt je rechterbeen, terwijl je tegelijkertijd je ellebogen naar opzij buigt en je borstbeen naar de vloer brengt. Been komt terug en beide armen strekken weer. Hetzelfde met links. Ellebogen buigen naar opzij, linkerbeen lift op en je komt terug naar het midden. Rechts, buig en terug. Links komt op. Buig je elleboog. En terug. En rechts. En hier. En links. En duw op. En rechts. En duw op. Links. En duw op. Rechts. En duw op. Links. En duw op. Allebei kanten nog één keer. Rechts. En duw op. Laatste. Links. En duw op. Dat was je workout uit My System. Ik heb in deze workout gekozen voor steeds herhalingen van 5. Maar je kunt uiteraard ook besluiten om het 8 keer of 10 keer te doen. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Doei!